Yep, Kicks Games. Een kanaal wat heel wat jaartjes heeft bestaan. Mede dankzij jullie, 60.000 abonnees ruim. En waar ik een ontzettend leuke tijd aan heb te danken. En ook een hoop leuke vriendschappen. We waren ooit met een heel team. Ik, Ivar, Peter, Rafael Carré. Marnik deed heel vaak mee in opnames. Maar afgelopen jaren, en dat hebben jullie ook hoe dan ook gemerkt, is iedereen zijn eigen weg gegaan. En dat is ook niet zo gek. Hoi trouwens. Iedereen is gewoon een beetje zijn eigen leventje gaan leiden. Zo is Peter niet meer zoveel met gaming bezig, maar gewoon heel hard aan het werk. Is Ivar nu heel druk met zijn eigen kanaal en het maken van muziek en vlogs. Carré is supergoed bezig met acteren. En zoals jullie misschien wel weten, ben ik heel erg druk bij RTL Boulevard. En daar zit ook het dingetje. Ik kan dus niet het hele team weer bij elkaar krijgen, want alle ambities zijn gewoon de andere kant op gegaan. En ik wil heel graag video's maken, maar de rest wil dat niet per se. Maar ja, ik kan in mijn eentje video's gaan maken, maar als ik één video per week maak, kan ik jullie nu al garanderen dat er niet zoveel mensen gaan kijken. En ik weet het, daar moet het niet om gaan. Je moet het doen omdat je het leuk vindt. En ik vind het ook wel leuk, maar eerlijk is eerlijk, ik heb wel zitten denken, wat als we nou wel wat actiever zijn? Ik ben gewoon super druk met werken, dus ik kan sowieso niet 5 video's in de week gaan uploaden. 3 is ook al niet haalbaar eigenlijk. Maar er zullen toch wel mensen zijn die het ook leuk vinden om 1 video per week te maken. En geloof het of niet, 5 keer 1 video is 5 video's. En hier komt dus het dingetje. Ik ben al met een paar mensen in gesprek die het ook leuk zouden vinden om 1 video per week te maken. En als jullie naar het kanaal gaan, dan zien jullie naast mij ook open plekken staan met druk op start om te joinen. Waar ik heel erg benieuwd naar ben is of er nieuwe creatievelingen zijn. Mensen die nog niet een extreem groot kanaal hebben, maar het wel tof zouden vinden om bij een team aan te sluiten om 1 video per week te maken. Of misschien wel 2. Mocht je nou interesse hebben en zoiets hebben van misschien klik ik wel met Kevin en met de mogelijke andere mensen van het team. En mocht je het leuk vinden om te starten op een plek waar al 60.000 mensen op geabonneerd zijn. Maar het hele oude team krijg ik niet meer bij elkaar, dus wie weet wat we kunnen doen met een nieuwe samenstelling. Ik zit hier in mijn overhemdje en mijn trui eroverheen en mijn kalende haargrens. Ik ben van de oude garde. Maar er moet toch een nieuwe lichting zijn aan creatieve creators die samen met mij en een aantal andere mensen video's willen gaan maken. Als jij die persoon bent, meld je dan aan via de e-mail hieronder. Stuur me een video, zo origineel mogelijk, waarin ik kan zien wat jouw editing skills zijn, hoe je overkomt op camera. En wie weet stuur ik je een berichtje terug en voeg ik je toe aan het team. Ik hoop de komende weken in ieder geval ook andere leden bekend te maken. Er zijn namelijk ook nog een aantal mensen uit de oude garde die het wel leuk vinden om mee te blijven doen. Maar wie dat zijn, dat laat ik nog even geheim. Nou, lekker saaie video. Maar goed, het was wel even nodig. En ik beloof bij deze dat mijn eerste video, ook al is er nog geen team, morgen online komt. En dan hoop ik tot die tijd, tot we een team hebben, om dat wekelijks vol te houden. Wekelijks 1 video. Dankjewel naar het kijken naar deze eerste video van de One Up Hub. En ja, ook ik moet heel erg wennen aan die naam en ik zal even uitleggen hoe ik er opgekomen ben. Die One Up, dat is natuurlijk een extra leven. Zo zie ik dit toch wel een beetje. We gebruiken een revive, een extra leven, om te zien of we dit kanaal nog een beetje actief kunnen krijgen en levendig. En het is een dubbele betekenis, want voor beginnende creators kan het een One Up zijn als een boost, een zetje. En de hub voor het idee omdat je met een team bent, een gezellige plek waar mensen bij elkaar komen. Zowel jullie die reageren, die kijken, als de creators die hier video's op gaan maken. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat het weten in de comments. Laat het me weten op social media. Ook die verschijnen hier ergens in beeld. Want ik hoop oprecht dat jullie het leuk vinden. Ik zie jullie in ieder geval snel, morgen namelijk. En hopelijk de komende tijd wel veel vaker. Dus zeg ik zoals altijd vanaf hier. Ciao.